We staan op de kruising Jonkerbos, weg de Jonkerbos en de burgemeester Dadersleg. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd tussen twee voertuigen. Verwondingen kan ik nog niks over zeggen. Betreffen 7 mensen, 5 in de ene auto, 2 in de andere auto. En die zijn door de ambulances naar het ziekenhuis gebracht. In de Mercedes zaten 2 personen, een man en een vrouw. In de BMW, daar zaten 5 personen, 4 mannen, 1 vrouw. Qua snelheid durf ik het niet te zeggen. Het is wel redelijk hard gegaan, maar onze ongevallendienst die doet daar nu onderzoek naar en dan zal blijken of ze zich aan de snelheid hebben gehouden, ja of nee.